Achter ons een hangar vol met frikadeekjes en die bestaan dit jaar 33 jaar. Wim, ja. Het budget van zo'n hangar, hoeveel bedraagt dat ongeveer? Oh, veel te veel, als je erover nadenkt. Is het daarom belangrijk dat mensen naar activiteiten van groepen komen? Ja, ik denk dat zeker. De groepen doen activiteiten voor hun kostuum te sponsoren en voor de wagen te sponsoren. Dat is gewoon zo. Wij komen er niet alleen met onze eigen middelen. Ik zou zeggen, van als de groepen iets organiseren, steunt de mensen. We staan hier bij Gilles en Chris in de hangar en je ziet de Izumo die vliegt hier ons om deuren. Hè? Vertel een keer, wat is het thema van dit jaar? Wij gaan naar de kermis. De exacte naam weten we nog niet, daar moeten we nog even over nadenken. Maar kermis is het thema. En Chris, bij kermis, waar denk jij dan aan? Muilen. Muilen op de muilen. Ja, mag ik dat van Gilles eigenlijk niet zeggen, maar... Dat gaan we niet doen. Zeg, en de char, hoeveel stukken gaat hem zijn dit jaar? Wij gaan voor 3 stukken, 3 goed gevulde stukken. Dat is eentje meer dan vorig jaar. Dus we hebben ons best gedaan. En wat is jullie ambitie dit jaar? Onze ambitie is zoals altijd ons goed amuseren, iets maken waar we trots op zijn. En we zullen dan wel zien wat dat oplevert. Dat is uiteindelijk niet het hoofddoel. We doen het nog altijd voor de vriendschap, voor het plezier. En als dat dan geapprecieerd wordt en je hebt dan een mooie plaats, dat is goed. Maar dat is niet het hoofddoel. 2024, dat betekent ook 33 jaar. Hoe gaan jullie dat vieren? Hoe gaan wij dat vieren? Door een tentje bij te steken in eerste instantie. En dan gaan we sowieso met de leden en met alle sympathisanten ook nog een groot feest organiseren onder ons. En met carnaval hebben we ook nog een verrassing voorzien voor al de andere carnavalisten en de groepen. Maar daarover gaan we later nog communiceren. En kunnen we misschien al een klein tipje van de sluier oprichten wat die verrassing zou kunnen inhouden? Het zal nat zijn, sowieso. En onze vrije camion zal... het belangrijkste onderdeel er rond zijn. Lea, hoe lang zit jij hier al in de groep? Ik zit er nu met... Het is nu mijn tweede carnaval. En wat maakt dat mensen in een carnavalgroep moeten gaan? Als je heel veel plezier wilt hebben. Als je ook een heel jaar door natuurlijk. Want carnaval is niet alleen maar de 3 dagen dat iedereen kent. Het is heel, heel veel. Ja, zoals ik er net ook weer zei, de sfeer, de mensen. Dat is eigenlijk een heel groot deel van carnaval, vind ik. We zijn aangekomen aan onze vaste rubriek en daarvoor hebben we niemand minder dan Lea die de taart in een van haar groepsleden zijn gezicht gaat gooien. Lea, wie is het geworden? Het is de Colin geworden. Colin, zie je dat zitten? Niet echt. Nee. Zijn je fan van taart? Wel, dat mag wel eens. Lea, we gaan aftellen. 3, 2, 1. Merci, Ruud de Met. Lap. Ja, merci, Ruud de Met. Wat kan nog een beetje? Een beetje niet. Voilà. Gelukkige verjaardag. Allee, ik heb er ook van.